Saudi-Arabië zei maandag, vandaag, dat twee van zijn olietankers zijn geraakt tijdens de aanval voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Saudi-Arabië is de aanval een poging om de veiligheid van ruwe voorraden te ondermijnen te midden van de spanningen tussen de Verenigde Staten, VS en Iran. De van zei zondag dat vier commerciële vaartuigen werden gesaboteerd in de buurt van het fujairah emiraat een van 's werelds grootste bunkeringsknooppunten net buiten de straat van Hormuz. De aard van de aanval werd niet beschreven en er is ook niet gezegd wie achter de aanval zat.